Nou, ik wil. Wat zegt u? Afgelopen donderdag wil Nawijn een interview geven aan een journalist van WNL. Wat is precies voor sinds die ding met Westers gebeurd, komen jullie de hele tijd gek lopen doen. Kom niet met camera's en zo hier. Voor wat? Hij heeft raadsvragen gesteld over wapenbezit onder Zoetermeerse jongeren. Maar één groepje maakt het interview onmogelijk. Laten we dan even ongestoord onze gang gaan. Nee, Mattie, jullie staan nooit hier en dan komen jullie opeens filmen als bitches, Mattie. Ga pak je spullen, ga donderen. Burgemeester Abtrood is boos en deelt vandaag 4 gebiedsverboden uit. De jongeren mogen 3 maanden niet meer op het Kroesinkplein komen en het gebied daaromheen. Voor zover ze er wonen, dan krijgen ze nog de route aangewezen welk voetpad ze of fietspad ze precies mogen volgen om naar huis te komen. Maar in het winkelgebied en bij de sportplaats waar de jongeren soms ook hangen, daar mogen ze zich niet vertonen. En als ze dat wel doen, dan worden ze opgepakt. Na de dood van een 18-jarige jongen uit Zoetermeer is de spanning wat opgelopen in de wijk. De jongen zou hier ook vaak rondhangen. Een van de jongeren die Nawijn lastig valt is boos op de media en de gemeente omdat zij een gedenkplek zouden hebben weggehaald. Is leuk hè? Zeg leuk dan, zeg ja dan. Jullie hebben geen respect, Mattie. Jullie komen die dingen hier weghalen en alsof jullie elke dag staan. Geen enkele kankerdag staan hier. En dan komen jullie hier staan. Mattie, pak die camera en ga oprotten. Zeg het eens voor de camera. Ga oprotten van hier. Ga oprotten. En geen enkele dag staan hier. Gedaan, hebben wij niet gedaan. Mattie, laat me niet paren hier worden. Vader, laat me niet paren hier worden. Kijk, het is wel duidelijk dat de dood van een 18-jarige Zoetermeerder, dat hard aankomt bij veel jongeren. Er was veel verdriet, veel ook vragen hoe kan zoiets gebeuren. Ze hebben een stille tocht gehouden, daar hebben zich allemaal keurig gedragen. En ik heb alle begrip voor dat verdriet en die vraagtekens die ze zetten, hoe kan zoiets gebeuren. Maar dat betekent niet dat je daarna slecht mag gedragen. Palestijn heeft al jaren een slechte naam in Zoetermeer, maar volgens Abtrood ging het de laatste tijd juist goed in de wijk.